dagen vindt Ocean Splash plaats. Het is een waterattractie-evenement dat georganiseerd is door CIC. En we zijn het begonnen in 2017 toen CIC 50 jaar bestond. En toen hebben we zoveel positieve reacties ontvangen. En toen zeiden mensen van, hey, wanneer komt Ocean Splash weer? En toen hebben we dus, dit jaar dus nu voor de tweede keer. En de bedoeling is eigenlijk dat het een jaarlijks event gaat worden. Het is een waterattractie-event, allemaal waterattracties en daarnaast ook nog andere activiteiten, creatieve activiteiten, leerzame, een beetje educatieve activiteiten. Je hebt bijvoorbeeld zo'n Science World, je hebt leuke sportactiviteiten en er is natuurlijk entertainment. Ik heb begrepen dat heel veel mensen teleurgesteld zijn. Ze konden geen kaarten meer vinden. Hoeveel kaarten hebben jullie verkocht? We hebben in totaal zijn er meer dan 3000 kaarten verkocht. Dus dat is heel veel. Alles wat we hier hebben, hebben we afgestemd op die 3000 mensen. Dus als we dan meer kaarten gaan verkopen, dan snap je wat er gaat gebeuren. Het is een waterattractie-event. We zijn met kinderen, dus je moet voorzichtig zijn. We hebben voldoende lifeguards, voldoende medewerkers, maar wel afgestemd op die hoeveelheid mensen. Dus vandaar dat er een beperkt aantal kaarten beschikbaar was. En daar willen we ook als organisatie gewoon verantwoordelijk mee omgaan. Het is de tweede keer dat jullie dit hebben georganiseerd. Hoeveel bezoekers hadden jullie bij de eerste? Bij de eerste waren er iets meer dan 2100. Dus nu zitten we wel op 1000 mensen meer. Iemand met nummer 13, 16? Waarom heeft Ocean dit gedaan? We willen eigenlijk de gezinnen, en CIC wil de gezinnen een leuke dag bezorgen. Het is de grote vakantie. Veel kinderen, veel ouders zoeken leuke dingen om met de kinderen te doen. En vandaar dus dat wij zoiets hadden van, hey, we moeten echt iets doen richting de grote vakantie, zodat we die kinderen, gezinnen een leuke dag kunnen bezorgen. 2, 9, 5, 3. Het gaat allemaal om fun, leuk, happiness, water. En dat is iets wat kinderen hartstikke leuk vinden natuurlijk. Maar het lijkt niet genoeg te zijn, één dag. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, 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 ja